Goedendag, mijn naam is Angelique de Wit en ik ben werkzaam in de Public Affairs in het World Horti Center. Wat houdt dat in? Nou, het houdt met name in dat ik relaties onderhoud met overheden, zowel in Nederland als daarbuiten, met koepelorganisaties, met brancheverenigingen en met iedereen die de tuinbouw een heel warm hart toedraagt en waar onze partners veel baat bij kunnen hebben. Een aantal jaren geleden werden de eerste plannen voor WHC gesmeed met de voormalige burgemeester Sjaak van der Tak, tegenwoordig voorman van Glastuinbouw Nederland. En er waren een aantal partijen met een uitdaging. De Debo-kwekerij zocht een nieuwe locatie. De school die barstte uit zijn jasje en daar liepen twee heren rond met een heel wild idee voor een expocentrum. En die partijen zijn onder leiding van de gemeente bij elkaar gaan zitten en hebben heel lang en hard gepraat over hun droom, een World Horti Center. En een paar jaar later is die droom werkelijkheid geworden. In World Horti Center hebben we veel contact met overheden. Dat gaat van een gemeentelijk niveau, gemeente Westland, toch een van de grootste tuinbouwgemeentes ter wereld en sowieso in Nederland. Heel veel partijen, heel veel bedrijven in Westland drijven op de tuinbouw. Wij zijn niet alleen voor het Westland hier, maar natuurlijk voor heel de tuinbouw in Nederland. Maar wij merken dat de lijntjes met de gemeente Westland waardevol zijn. Dat ze ook regelmatig aanvragen krijgen voor internationale bezoeken. En die ontvangen wij natuurlijk graag voor hen. Want ik denk dat dit, als het om de tuinbouw gaat, een van de mooiste visitekaartjes is van deze regio. Ook op regionaal niveau, bijvoorbeeld met de Greenport West-Holland, waar heel veel partijen in vertegenwoordigd zijn. Provinciaal niveau, de provincie komt natuurlijk hier regelmatig over de vloer. Want wat nodig is, is om de provincie Zuid-Holland economisch sterker te maken. Maar ook de Rijksoverheid met allerlei facetten, buitenlandse zaken, LNV, RVO. Nou, die partijen komen hier vaak en die komen hier ook graag. Wat voor ons een ontzettende belangrijke partij is, is de Landbouwraad. Of eigenlijk de landbouwraden over de hele wereld. Elk land heeft zijn eigen landbouwraad. Vaak vastzit dat aan een ambassade. En wij hebben heel veel contact met hen. En zij zorgen dat delegaties deze kant op komen. Dat zodra er een minister naar Nederland afreist, dat wij het als eerste weten. En dat doen we natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar met name om ze in verbinding te brengen met onze partners. En of dat nu participanten zijn, bedrijven zijn, of dat nu koepelorganisaties zijn, zoals Glastuinbouw Nederland, of een gemeente. Wij denken graag mee met die landbouwraden hoe we zo'n goed mogelijk programma kunnen bieden, zodat zo'n minister naar huis gaat en graag zaken wil doen met de BV Nederland. Ja, we hebben echt wel vanuit alle landen, 58 landen zelfs, hebben we hier bezoekers ontvangen en echt op hoog niveau, waar we natuurlijk alleen maar heel gelukkig mee zijn. En we moeten ons ook echt voorbereiden op die bezoeken in die zin. Hè, als we een Chinese minister krijgen, gaan we ook echt de diepte in. Wie is die man? Waar is hij naar op zoek? Wat wil hij horen? Die minister bleek bijvoorbeeld zelf in Wageningen gestudeerd te hebben. Ja, dan hoef je niks over een plantje te vertellen. Maar je gaat wel kijken, hoe kan je hem zo goed mogelijk verbinden aan onze bedrijven? We hebben minister-president van Kazachstan gehad met 20 beveiligers om hem heen. We hebben Piet Hoekstra gehad, ambassadeur van de VS. En te kijken, hoe kunnen we hen zo goed mogelijk helpen vanuit die tuinbouw? Het gaat erom niet heel veel te zenden, maar vooral te kijken, waar hebben ze behoefte aan? En hoe kunnen wij ze de oplossingen bieden?